Ik verzoek de griffier de getuigen binnen te leiden. Zo, goedemiddag allemaal en iedereen. Ik open deze vergadering. En aan de orde is het openbaar voor van de heer Paping. Meneer Paping, goedemiddag. Namens onze hele parlementaire enquêtecommissie woningcoöperaties. Zoals u wellicht al weet, onderzoeken wij het hele stelsel van coöperaties. Namelijk de opzet en werking daarvan. En we komen daarbij veel incidenten tegen. En daarvan willen wij als commissie heel graag weten wat er nou allemaal gebeurde. En hoe dat kon gebeuren en zeker ook wie er voor verantwoordelijk zijn. En vandaag, meneer Paping, op deze voorlaatste dag van onze verhoorsessies, komen wij ook bij de Woonbond. We willen vooruitkijken, maar ook kijken met de Woonbond hoe het staat met de belangen van de huurders en de woningzoekenden. We willen ook kijken wat de maatschappelijke gevolgen zijn voor de huurders door de incidenten in die sector en hoe de Woonbond de toekomst ziet. In dat verband, meneer Paping, hebben wij u opgeroepen als getuige om onder ede verhoord te worden. U koos ervoor om de belofte te doen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Als u even wilt gaan staan en mij nazegt, dat beloof ik. Dat beloof ik. U staat onder ede, dank u vriendelijk. Die microfoon staat aan, die kan aanblijven. Ik zie dat u geassisteerd wordt door meneer Kresting. Welkom. Kresting. Krechting. Dat staat hier dan verkeerd. Goed dan. Welkom. U dient natuurlijk zelf te antwoorden op vragen van onze commissie. Dat mogen duidelijk zijn. We gaan aan het openbaar verhoor beginnen. Meneer Paping, u bent zelf directeur van de Woonbond. Landelijke belangenbehartiger van huurders. In ieder geval de grootste huurdersvereniging van Nederland. De Woonbond streeft naar het versterken van positie van huurders en woningzoekenden. En onze commissie heeft vragen aan u over de relatie tussen woningcoöperaties en de huurders. En dat gaat dan van de bulletering begin jaren 90 tot nu. Daarbij hebben wij vragen over incidenten die in die coöperatiesector plaatsvonden en vinden. En de gevolgen van die incidenten voor de huurders. Daar willen we met u over spreken. En ook de verhouding tussen huurders en verhuurders komt erbij aan bod. En ook mogelijkheden om huurders zeggenschap te geven, daar willen we ook met u op ingaan. Dat zullen we allemaal een rol geven. En afsluitend hebben we ook nog vragen aan u over de toekomstige ontwikkelingen. Dus we bouwen dat mooi op, dat komt allemaal aan bod. En in dat verband geef ik nu graag het woord aan mijn collega Groot. Ja, dank u wel, voorzitter. Welkom, heer Paping. Ja, ik zou willen beginnen met een paar inleidende vragen. En ik hoop dat u daar even kort op kunt antwoorden. En de eerste vraag is, kunt u in het kort toelichten wat de Woonbond doet? Ja, dat kan ik. De Woonbond is eigenlijk een koepel van huurdersorganisatie. Wij zijn niet zozeer de grootste huurdersorganisatie, maar doordat wij de koepel zijn van 500 huurdersorganisaties die bij ons aangesloten zijn, vertegenwoordigen wij 1,6 miljoen hurende huishoudens. Wij tellen in woningen, maar in al die woningen wonen mensen. En dan gaat het om 1,6 miljoen huurende huishoudens die via het lidmaatschap van huurdersorganisaties, die weer lid zijn van ons, bij ons aangesloten zijn. En daarmee hebben we een organisatiegraad, en daar ben ik trots op, van 52% van alle huurders. En u heeft ook nog individuele leden? We hebben ook nog persoonlijke leden, noemen we dat, individuele huurders die lid van ons zijn. Dat zijn er veel minder, of dat zijn er wel meer, dat zijn er 7000. Maar als je dat vergelijkt tegen die bijna 1,6 miljoen hurende huishoudens, is het natuurlijk maar vrij beperkt. En de
De kern van ons werk ligt ook in de belangenbehartiging en de ondersteuning van huurdersorganisaties. Dan kunt u nog iets zeggen over de ontwikkelingen van de organisatie, hoe dat gaat? Ja, ik ben 7,5 jaar nu in dienst bij de Nederlandse Woonbond. Toen ik begon hadden we een organisatiegraad van 42% en nu 52%. We zijn van 1,2 miljoen huurde huishoudens naar bijna 1,6 miljoen gegaan. Dus wij groeien, terwijl het aantal huurwoningen in Nederland ongeveer constant is gebleven. Dus dat gaat de goede kant op? Qua organisatie gaat het de goede kant op, kan ik zeggen. Ja. Ja, ik wil even met u terug naar de begin jaren 90, want het was een waterscheiding in het volkshuisvestingsland die zich toen aftekende. Dat was namelijk de verzelfstandiging van de woningcorporatiesector, eerst via het BBSA. En er kwam later nog een slag overeen in de vorm van de utering, het wegstrepen van subsidies tegen leningen. Daardoor kwamen de woningcorporaties op eigen benen te staan. Maar wat heeft dat betekend voor de relatie tussen de woningcorporaties en de huurders? Kunt u daar een... Ik denk dat het goed is om toelichting op geven. Om aan te geven dat wij als Woonbond vanaf het begin grote kritiek hebben gehad op de brutering. En dat ging hem langs twee lijnen. Het eerste was dat die brutering gepaard is gegaan met een behoorlijke verruiming van het huurbeleid. En afgesproken waren dat er jarenlang huurverhogingen boven de inflatie mogelijk waren. Dat was omdat toen nog gedacht werd dat de corporaties arm zouden worden door de brutering en de moeilijke tijd. Nou ja, dat is heel anders uitgepakt. Het tweede waar wij grote problemen mee hadden is dat de corporaties verzelfstandigd werden, maar dat de positie van de huurders volstrekt niet geregeld was op dat moment. Dat is later wel gebeurd, wat mij betreft onvoldoende, maar daar komen we denk ik nog op. Ja, daar komen we zeker nog op. Op dat moment, de toenmalige voorzitter van de Woonbond heeft ook, ik heb dat nog in opiniestuk in de Volkskrant weer kunnen lezen, heeft ook gezegd dat de huurders in deze ordening volstrekt overroeld zouden worden. En dat is een heel andere situatie dan bijvoorbeeld in de jaren 70 het geval was. Hè, toen de corporaties nog veel kleiner waren, ook vaak verenigingen waren en huurders wel degelijk zeggenschap hadden. En de brutering is doorgevoerd zonder dat er eigenlijk iets geregeld werd voor de zeggenschap voor de huurders. En ligt dat ook aan de woningcorporatie zelf? Hè? Ze hebben zich, er is een scheiding geweest tussen de corporaties en de overheid. Maar hebben die zelfstandige woningcorporaties, zegt u, zich ook meer zelfstandigheid verworven ten opzichte van de huurders in feite? Ja, u kent het rapport van Rudy de Jong, hè, die ook over de vervreemding gaat van de corporaties met de huurder. Nou, die analyse kan ik volledig delen. Wat er eigenlijk gebeurd is, sinds de brutering, is dat corporaties min of meer slapende rijk zijn geworden. Want alle seinen stonden op groen. Rente laag, huren mochten fors verhoogd worden. De waarde van het onroerend goed nam heel fors toe. En wat krijg je dan als je rijk wordt en je wordt zelfstandig? Dat leidt alleen maar tot ondeugende dingen, laat ik het dan zo maar zeggen. Dat leidt ertoe dat je niet meer scherp op je kosten bent. Hele ruime cao's. En ik gun de werknemers in de corporatiesector het beste. Maar het is natuurlijk toch overdreven dat dit een sector die op moet komen van huurders met vaak lage inkomens bijna de beste cao van Nederland geldt. Topsalarissen. Heel veel vet in de bedrijfsvoering. Maar wat je dus ook zag is, denk ik, en dat blijkt ook wel uit deze enquête, maar dat is ook wel bekend, is het verhuren van woningen aan huurders is niet zo interessant. Het vastgoedontwikkelaars spelen is veel interessanter. En je ziet ook dat de focus bij een aantal corporaties veel meer die kant op gegaan is. Dus niet meer het beheerproces en het investeren in betaalbare huurwoningen, maar kijken. En je hebt een goede buidel met geld, zou ik maar zeggen. Kijken hoe je andere dingen kunt doen. En dan krijg je vervolgens ook nog weer dat andere belanghebbenden, bijvoorbeeld de gemeente, denken van hey, daar zit een hele hoop pot met geld. Dus als je rijk bent, klinkt het wel mooi, maar dan leidt het tot ook wel dingen die denk ik niet de bedoeling zijn. De heer Van Leeuwen, de voormalig voorzitter van Edes, die heeft het steeds het belang benadrukt van
van zelfregulering. Maar die zelfregulering zou tot gevolg hebben dat woningcorporaties zich als een maatschappelijke onderneming zouden gedragen. En ook ja, de belangen van alle stakeholders, waaronder dus ook de huurders, zouden behartigen. Maar daar bent u dus niet mee eens? Of nou, daar zijn we het sowieso niet mee eens. Of het zou wel interessant zijn geweest, maar dat heb ik ook proberen na te zoeken. In hoeverre de heer Van Leeuwen en Edes ook de dialoog met ons aangegaan zou zijn. Of het nou ook in ons belang zou zijn, de vormen van zelfregulering. Ik kan me namelijk voorstellen dat je op sectoraal niveau tussen de partijen die het betreft toch een aantal dingen met elkaar gaat regelen. He, niet alles hoeft door de overheid geregeld te worden. En dan zou je op basis van gelijkwaardigheid, huurders, verhuurders en eventueel ook de gemeente als een derde partij, kunnen kijken hoe je met elkaar zaken kunt doen. Nou, die discussie heb ik begrepen uit de overlevering, heeft nooit plaatsgevonden. En de enige doel wat volgens mij Edes had, is gewoon zorgen dat je zoveel mogelijk vrijheid krijgt. Op de relatie met Edes, daar komen we later ook nog wel even terug. Maar even nog het punt van zelfregulering. Wat vindt u van dat concept? Nou, ik vind het een heel slecht concept. In die zin dat, kijk, als er macht is, moet je die macht altijd op een of andere manier controleren. Als je dit niet doet, dan leidt het tot, tot dingen die maatschappelijk ongewenst zijn. En die regulering kan door de markt plaatsvinden, maar dat geldt niet voor de corporaties. Die regulering kan door de overheid plaatsvinden, maar daar wou Edes juist heel erg van af. En die regeling kan plaatsvinden via countervailing power, een tegenmacht op een andere manier. En die tegenmacht is er volstrekt onvoldoende geweest en is ook niet geprobeerd in het leven te roepen. Want macht die niet gecontroleerd wordt en die geen tegenspeler kent, dat leidt niet tot goede resultaten. Tot hier even. Ja. Dank meneer Groot. We gaan naar de heer Mulder. Ja, dank voorzitter. We willen als commissie graag weten hoe u, en dan in uw persoon, uw organisatie, de Woonbond, betrokken is bij de totstandkoming van wet en regelgeving. Op welke wijze wordt uw organisatie betrokken bij het corporatiestelsel door de minister? Ik ben gisteren nog bij de minister op bezoek geweest. Kijk. Maar over het algemeen geldt met de verschillende ministers dat ze meestal bilateraal zaken doen met Edes en dat wij vanuit de Woonbond maar heel beperkt erbij betrokken zijn. Wij zijn een van de partijen die gehoord wordt, net zoals de VTW of de VNG. Maar wij hebben daar geen bijzondere positie in. Ja, u vertelde net dat u bij de minister mag komen. Volgens mij mag niet iedereen dat. Ja, maar dan mag de VTW ook en de VNG ook, denk ik zo. Nou, ik moet er toch van uitgaan dat de VNG in ieder geval bij de minister mag komen. Nee, dus de minister hoort wel de verschillende partijen. En dat is ook niet alleen deze minister, maar ook de voorgaande ministers geweest. Maar ik heb niet het idee dat alle partijen evenveel in de melk te brokkelen hebben. Nog even terug. Op welke wijze wordt die precies gehoord? Ik begrijp een gesprek en op andere wijze ook. Kijk, in dit geval gaat het over bijvoorbeeld de novellen. Daar worden we wel gevraagd in een vroegtijdig stadium om daar een reactie op te geven. Maar ik merk wel dat de contacten, en dat heeft ook te maken met de deal die Edes vorig jaar eind augustus gesloten heeft met de minister. Dat waarin afgesproken werd een aantal dingen over de novellen en over het huurbeleid en over de verhuurdersheffing. Edes daar toch een andere positie in heeft dan wij als Woonbond. Belangrijker? Ja, belangrijker. Helaas. En hoe kan dat dan? Ja, nou ja, kijk, ik denk, maar dat gaat veel groter. Kijk, wie het geld heeft, die heeft het vaak voor het zeggen. Dat is vaak in de samenleving. Maar wat het rare is in het corporatiestelsel, als u zou kijken naar de exploitatie van corporaties, en u kijkt naar de inkomstenstroom, dan wordt die voor 93% bepaald door de huren. En 7% door de verkoop van woningen. En dat heeft te maken met dat je op een gegeven moment woningen bouwt met onrendabele top en vervolgens winst maakt bij de verkoop. In feite kun je zeggen dat de corporaties voor 100% door de huurders betaald wordt. En dat de zeggenschap
bij de andere partij ligt. En wat we gezien hebben, kijk, toen het corporatiestelsel nog bestond uit kleine verhuurders, was het ook een andere situatie. Maar door de schaalvergroting, professionalisering, hebben ze echt een lead genomen in de sector. En u zegt dat komt omdat zij het geld hebben. Hoewel de huurder het merendeel van de huurpen of van de inkomsten. Nou ja, niet alleen het merendeel, vrijwel volledig. Ja. Ik denk eigenlijk volledig. Maar de macht en het professioneel apparaat ligt natuurlijk bij de corporaties. Ja. Wij zijn als Woonbond, doen wij ons best, maar wij zijn natuurlijk een kleine organisatie. En als je naar de meeste huurdersorganisaties kijkt, dan draaien ze volledig op vrijwilligers. Ja. U zei dat u 1,6 miljoen mensen vertegenwoordigt. Weet u hoeveel kamerzetels dat zijn? Ja, nou dat weet ik niet, maar dat zou een redelijk grote partij kunnen zijn. Zeker niet meer staan bij de grootte van de andere politieke partijen. Maar dat wil nog niet zeggen dat je die ook... mensen stemmen natuurlijk niet alleen op dat issue, denk ik. Okay. U vertelde dat u bestuurlijk overleg voert met de minister. Wij begrijpen dat eigenlijk sinds minister Vogelaar zo is, dat de Woonbond persoonlijk aan tafel zit. Klopt dat? Ik denk dat... Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat in de jaren daarvoor... Ik ben in dienst gekomen toen Ella Vogelaar als minister begon. Ik ben in januari 2007 begonnen, zei hij. Maar daarvoor waren er ook wel bestuurlijke overleggen, heb ik begrepen. En kunt u ons vertellen hoe zo'n bestuurlijk overleg met de Woonbond en de minister precies verloopt? Ja, niet elk overleg is hetzelfde natuurlijk. Nee, maar op de hoofdlijn, hoe gaat zo'n gesprek? Nou ja, kijk, er worden gesproken over voornemens die de minister heeft. Mm-hmm. Vaak. En daar wordt onze reactie op gevraagd. Nou, die geven we dan. Mm-hmm. De laatste jaren moet ik zeggen dat we het niet altijd met de minister eens zijn. Mm-hmm. Daarvoor waren we het ook overigens niet altijd met de minister eens. Maar op het gebied van... nou ja, van de novellen of het huurbeleid hebben we het gisteren ook nog over gehad. Proberen we onze ideeën te delen met de minister. En wie zit dan aan tafel? Er zit de minister, u zit daar en verder? En de voorzitter van de Woonbond zit daar vaak. En een van onze medewerkers en Mark Frequent, DG of Victor Schaap en een aantal beleidsmedewerkers. En hoe lang duurt zo'n gesprek? Gisteren duurde het iets meer dan een uur. En dan wordt dat schriftelijk voorbereid? Nou, dat wisselt. Gisteren helaas niet. Ben ik wel telefonisch ingelicht waar het over zou gaan. Maar niet in de zin van dit zijn agenda, de voorstellen. Agenda, stukken erbij. Nee. Dat is een paar maanden geleden toen over de conceptnovellen bijvoorbeeld wel gebeurd, maar gisteren niet. Ja. Dan heeft u een aantal ministers meegemaakt vanaf minister Vogelaar. Zitten er verschillen in benadering tussen de verschillende ministers richting de Woonbond? Ja, dat denk ik wel. Als ik zo terugkijk. Onze relatie met mevrouw Vogelaar was erg goed. Mm-hmm. Op heel veel gebieden. Zij had een paar jaar daarvoor namens de Woonbond in een commissie gezeten om de overlegwet, waar we waarschijnlijk ook nog over te komen te spreken, om die... om die te evalueren en te kijken hoe die kan verbeteren. Dus die relaties waren vanaf het begin af aan goed. Met minister Van der Laan zijn die ook heel goed geweest. Mm-hmm. Ook omdat hij, wat bij ons een grote rol speelde, eigenlijk de zelfregulering definitief, denk ik, de nek heeft omgedraaid, zeg maar zeggen. Na een aantal schandalen die er waren geweest. Vervolgens moet ik even denken. Want komt de volgorde van Middelkoop? Minister van Middelkoop, ja, die is maar heel kort geweest. Met name met het Brusselse dossier mee overlegd. De inkomensgrens vanuit Brussel. Goed gesprek. En ik moet ook zeggen dat hij ook goed naar onze argumenten heeft geluisterd, maar er vervolgens niks mee gedaan heeft. Dat is natuurlijk wel weer jammer. En daarna kregen we nog minister Donner. Minister Donner, ja. Nou ja, kijk, ik moet eerlijk zeggen, de relatie met alle ministers is gewoon goed geweest. Op het persoonlijke vlak, maar ook met Donner. Maar het rare was natuurlijk wel, en dat is ook een van de dingen die uit die enquête naar voren komt. Er komt elke keer weer een nieuwe minister en die wil weer wat anders. En dat was ook met minister Donner ten aanzien van de woningwet.
om maar wat te noemen. Dan hebben we net een mooi verhaal daar liggen, mm-hmm. waar wij ons redelijk in konden vinden. Ja. Op een aantal punten ging hij niet ver genoeg. Zeker ten aanzien van de zeggenschap van de huurders. Maar qua inbedding van het bestel ging die goede kant op. En dan komt Donner en dan moet het allemaal weer anders. Dan komt Donner opeens, ook zoiets. Die kwam met het kooprecht voor huurders aanzetten. Mm-hmm. Nou, daar hoor ik nooit meer iemand over. Dus dat is dan zoiets wat opkomt, wat heel veel onrust geeft, ook in de sector, en vervolgens weer niks meer gebeurt. Met mevrouw Spies hebben we ook goed contact gehad. Zij heeft in ieder geval geprobeerd om nog iets te doen aan die Brusselse inkomensgrens. Maar is het natuurlijk ook vrij kort geweest. En met minister Blok zijn de verhoudingen wel goed, maar ik denk dat de politiek, wij nog wel eens van mening verschillen, alhoewel gisteren ook bleek ten aanzien van de inkadering van de corporaties. Mm-hmm. Dat ze weer echt terug moeten naar hun kerntaken. En dat het commercieel hobbyisme met grote verliezen voor huurders afgelopen moet zijn. Dus daar zitten we wel op, behoorlijk op één lijn. Ja, u zit er langer dan menig minister, maar dat terzijde. U was hier te spreken over minister Vogelaar. Maar die kwam met de stuurgroep Meijerink om te kijken naar toezicht. Ja, en daar mocht u niet in zitten in die commissie. Nee. Was u het met haar eens? Nee, u heeft waarschijnlijk ook een brief gezien, dacht ik, van de Woonbond en de VTW hierover. Dat wij zeer ontstemd waren dat wij niet in die commissie zaten. Die ook als een soort 1-2'tje is opgezet, zeg maar, commissie Meijerink. Overigens, als ik zeg dat ik goed met de minister kan opschieten, wil niet altijd zeggen dat ik er ook mee eens ben. Nee, en dat was gewoon het summum, denk ik, wat Willem van Leeuwen ook graag wilde van zelfregulering. Om dat via die commissie voor elkaar te krijgen. En dat is, we hebben daar verschillende bijeenkomsten gehad, ook met die commissie Meijerink zelf. We hebben daar steeds fel tegen geprotesteerd. Het is natuurlijk toch waanzinnig dat je de ordening van de sector overlaat door degene die je moet ordenen, zal ik maar zeggen. En dat je alle andere partijen die uiteindelijk ook verantwoordelijk zijn, de toezichthouders, maar zeker ook de huurders, dat je die buitenspel laat staan en zeg je, we zullen jullie wel een paar keer horen. Ja, ik vond het onbestaanbaar. Ja. Heeft u ook laten merken? Dat hebben we heel duidelijk laten merken. Maar de minister zei, dan wordt het allemaal te complex, geloof ik, dat ze tegen ons gezegd heeft. Als we jullie er dan ook nog meer bij moeten betrekken. Ja, ik vond dat geen argument en nog steeds niet. Hoe is uw relatie met de verschillende politieke fracties in het parlement? Zin. Nee, wij onderhouden, wij proberen goede contacten te onderhouden met alle politieke partijen. En je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn om toch met elkaar het debat aan te gaan en te kijken hoe je ook op sommige punten waar je het wel met elkaar eens bent, een stapje verder kunt zetten. En bent u met alle fracties van links tot rechts on speaking terms? Ik weet niet of we ze allemaal spreken, dat is weer wat anders. Ja. Want met name kleinere partijen, de SGP en de oudere partij, die ben ik eigenlijk nog niet tegengekomen. Die zitten ook, dacht ik, niet in de commissie, of die draaien in ieder geval niet actief mee in de commissie. Ja. Maar met alle andere partijen proberen we toch wel regelmatig contact te hebben. Dan wel met de fractiemedewerkers, kamerleden. En we proberen toch ook wel 1-2 keer per jaar sowieso op bezoek te om elkaar ook eens in de ogen te kunnen kijken. Ja. En die dat contact is er? Dat contact is er. En, En dan zie ik bijvoorbeeld op 27 november 2017 mevrouw Van den Burg van de VVD een abonnement in om de subsidie van de Woonbond af te bouwen en dit geld te besteden aan adviesteams die tijdelijk door gemeenten kunnen worden ingezet. Het amendement is niet aangenomen, maar is er niet iets te zeggen over flexibele inzet op lokaal niveau? Even kijken wat het amendement dat gaat over. Het afbouwen van de subsidie voor uw organisatie. Ja. En dat geld te besteden aan de adviesteams die tijdelijk door gemeenten kunnen worden ingezet. Nou, ik vind daar niet zoveel voor te zeggen, want ik weet niet waar dat geld over. Wij krijgen subsidie inderdaad van het Rijk. De subsidie neemt jaarlijks af. Wij moeten daarvoor ook een werkplan indienen en laten zien dat wij ook daarin bijdragen.
We hebben met mevrouw Van den Burg daar ook gesprekken nog wel over gehad, om haar te proberen te overtuigen. Dat is helaas niet gelukt. Heeft overigens niet de goede verhoudingen met haar verstoord. Maar ik denk, ja kijk, je kunt er verschillend over kijken, naar kijken. Maar ik denk dat de Woonbond een belangrijke rol speelt als landelijke speler. Mm-hmm. En dan kun je zeggen van, dan moet het op een andere manier als het niet door de, dan moet het op een andere manier gefinancierd moeten worden. Maar dan zou dat ook aangegeven moeten worden. Want anders dan maak je het ook voor ons heel moeilijk om in de landelijke belangenbehartiging over de verschillende dossiers ook daarin mee te spelen. Ja. Maar goed, het abonnement is niet aangenomen. En nee. Ik begrijp ook dat het budget waar het om gaat ook afneemt. Hoeveel subsidie krijgt de Woonbond? Wij krijgen nu, ik dacht iets van 950.000 euro subsidie. En dat wordt niet, er zit geen inflatiecorrectie in. Het wordt met 1,5% per jaar gekort. Oké. En tot slot, wat betreft de betrokkenheid van de Woonbond bij de totstandkoming van wet en regelgeving, het lokale niveau. Weet u hoe de Woonbond of de huurders worden betrokken bij de prestatieafspraken tussen gemeentes en woningcorporaties? Ja, dat is heel wisselend. In een aantal gemeenten loopt het goed. Bijvoorbeeld in Amsterdam worden ze volwaardig betrokken. Maar ik begrijp vanuit heel veel gemeenten. Ik was laatst in Zwolle, was het overigens ook redelijk goed geregeld. Maar niet een volwaardige partij, want dat vind ik wel heel erg belangrijk. Maar in een aantal andere gemeenten worden de huurdersorganisaties of de koepel van de huurdersorganisaties, want soms zijn er verschillende in een stad actief, daar niet bij betrokken. Ik hoop dat het wel, als er nog eens een keer een nieuwe woningwet komt, dan hoop ik wel dat het eindelijk eens goed geregeld wordt. En daar heb ik ook hoop op, want daarin staat wel geregeld dat het tripartiet zou moeten plaatsvinden, dat overleg. En ook door de drie partijen gesteund worden. Dank. Meneer Groot, u vervolgt. Ja, ik wil verder gaan over de rol en de positie van de huurders. Wij zijn als commissie ook, hebben we meerdere werkbezoeken afgelegd in het land. Naar zowel grote als kleine woningcorporaties. Ja, en ons vielen ook de grote verschillen daartussen tussenop. Zowel qua ambitie, werkwijze en tal van aspecten. Kunt u iets zeggen vanuit het belang van de huurders? Wat uw ervaringen zijn met grote en kleine corporaties? Kun je daar een rode lijn in trekken? Dus in de zin dat misschien huurders bij kleine woningcorporaties meer of minder te zeggen hebben. Kunt u er iets over zeggen? Ja, ik kan er wel iets over zeggen. Kijk, ik heb ook Paulus Jansen hier gehoord met zijn pleidooi voor kleinere corporaties. Het probleem met grote corporaties is dat de problematiek ingewikkeld is. En dan staan er, een van onze leden heeft dus gezegd, dan zitten wij met z'n tweeën. Ik zit, tegen 6 professionals, kijk naar u. En dan moet ik gaan onderhandelen over verschillende zaken. Dat kan niet, dat trek ik niet. Hè? Want ik ben maar een vrijwilliger, ik heb ook geen hoge opleiding. En ik moet vervolgens opboksen tegen een heel batterij met professionals. En dat is wat ik bij heel veel grote corporaties zie. Waarbij ik denk dat huurdersorganisaties hun rol onvoldoende waar kunnen maken. En dat heeft overigens met meer te maken, daar komen we misschien straks nog wel op. Maar het heeft ook met de grootte van de corporatie te maken. Bij kleine corporaties is dat minder. Maar ik zou dat toch ook niet altijd willen verheerlijken. Er zit soms ook wel een hoop paternalisme bij. En overroelen. Daar spelen dezelfde mechanismen een rol. Maar ik ken ook wel een aantal corporaties, en met name kleinere corporaties, waar het wel heel goed geregeld is. En waarbij echt samen met de huurders gekeken worden, hoe moeten we nou verder met onze corporatie? Maar als je, Ik kan me ook voorstellen bij een grote corporatie dat de dienstverlening misschien, er zijn schaalvoordelen te behalen. Het is allemaal beter georganiseerd, misschien. Nou ja, ik denk dat, ik ben niet iemand die gelooft in schaalverkleining, tenzij je het als huurders ook zelf kunt doen. Hè? Dus als je het over een hele kleine schaal hebt, een coöperatie, dan denk ik wel dat daar toekomst voor is. Maar als je volkshuisvestelijke opgaven hebt, bijvoorbeeld in een grootstedelijk gebied,
dan moet je een bepaalde schaal hebben, denk ik. Maar ik vraag me wel echt af of je een schaal moet hebben van 60, 80, nou, Vestia, 90.000 woningen. Dat is niet nodig om je schaalvoordelen te hebben. En dan krijg je op een gegeven moment gewoon ook schaalnadelen. Mm-hmm. Zelfs binnen de organisatie zelf. Maar kun je niet nu iets zeggen vanuit het belang van de huurders, wat ongeveer een mooie schaal is van een woningcorporatie? Of is dat gewoon niet te zeggen? Nee, ik denk dat niet te zeggen is. Ik geef wel aan dat ik denk dat 40, 50, 60, 80.000, dat niet voor huurders een goede schaal is. Dat is te groot. Maar het hoeft niet. Er zijn corporaties van 3.000 woningen die goed functioneren. Maar we hebben ook. Er zijn natuurlijk ook wel een aantal incidenten geweest bij hele kleine corporaties. Waar dingen gewoon gebeurden die niet deugden of waar inefficiënties zijn. Mm-hmm. En het hangt ook een beetje van de problematiek af. De plattelandsproblematiek. Dan zou je eerder een kleinere corporatie kunnen hebben met 2, 3, 4, 5.000 woningen. En als je in Amsterdam bent, dan kan ik me toch voorstellen, of in de Amsterdamse regio zit, dat je 20.000, 25.000 woningen. Ja. Maar ik heb u wel gezegd, ik vind de schaal nu te groot. En ik verbaas me ook over al die corporaties die dan zeggen, ik ga mijn werkgebied steeds verder verruimen. Ja. Als ik zie wat IJmeren allemaal aan het doen is buiten Amsterdam. De Woonbond doet in 2012 een onderzoek naar huurdersorganisaties. En in het rapport staat de zin, elke verhuurder krijgt de huurdersparticipatie die hij verdient. En het zegt die zinsnede nog. Ja. Maar ja, mijn vraag die daaruit voortvloeit is van, ja, wat onderscheidt nou een goede woningcorporatie? Wanneer is die nou goed voor de huurders? Ja. Nou, ik hoop straks ook nog iets te kunnen zeggen, want ik denk wel dat de zeggenschap en de verdeling van de zeggenschap tussen huurders en verhuurders al anders verdeeld zal moeten worden. En dat ook institutioneel geregeld moet gaan worden. Dus daar wil ik graag straks nog wel wat over zeggen. Ik kom er zo meteen op, ja. Even een punt van orde, daar komen we straks op, omdat onze commissie daar ook vragen over heeft. Oké. Nee, dat is prima. Maar de verhuurder krijgt de participatie waar hij recht op heeft, zo luidt het ongeveer. Dat heeft natuurlijk toch alles te maken met in hoeverre wordt een huurdersorganisatie in staat gesteld om zijn rol goed te kunnen spelen. En dat heeft te maken met de informatie die je geeft, de ondersteuning die je geeft en de mate waarin je adviezen van huurdersorganisaties ook serieus neemt. Want, ja, ik zeg maar even wat onparlementair. Als je alle huuradviezen achter de rhododendrons gooit, wat ik regelmatig heb gezien, dan gaat zo'n huurdersorganisatie op een gegeven moment ook niet meer functioneren. Ja. Die denkt, bekijk het maar. Dus ik begrijp, dit is gewoon de houding die het bestuur aanneemt ten opzichte van de huurders. Ja, wij merken vaak dat de overlegwet weliswaar nageleefd wordt, in formele zin. Maar als er dan een advies komt, dan wordt er vervolgens niks mee gedaan. Dan vindt er geen serieus debat over plaats. Ja, dat is een mooi moment om over te gaan naar die overlegwet. Die is ooit met behulp van de heer Duivenstein tot stand gekomen. Die overlegwet is ook in 2009 vernieuwd. Ik wil even kort aangeven wat nou de bevoegdheden zijn van huurders die uit die overlegwet voortvloeien. Ja, kortweg komt het erop neer op een aantal terreinen informatie, recht op informatie, recht op advies en recht op overleg. En dat kan gaan over het investeringsbeleid, over het huurbeleid en over een aantal andere terreinen. Dat de huurders zich kunnen beroepen op de overlegwet om daar in ieder geval over te kunnen adviseren. Ja. Nou, dat is volgens mij de hoofdmoot van de overlegwet. Recht op informatie en recht op advies en enige invloed op investeringen. Is dat genoeg? Wat zou dan? Nee, is dat genoeg? Ik denk dat dat niet genoeg is. En, wat ontbreekt eraan? Nou ja, als je een serieuze partij wil zijn en een volwaardige partner. Ik kom zelf uit de vakbeweging hiervoor. En ik vond het een cultuurschok toen ik in de volkshuisvesting kwam. Want ik ga niet verheerlijken hoe het in de arbeidsverhoudingen zit. Maar ik zie wel dat de verhouding tussen werknemers en werkgevers
gelijkwaardiger is dan in de volkshuisvesting. En dat heeft te maken natuurlijk met ook een aantal dingen die ook wettelijk geregeld zijn. Als je gewoon instemmingsrecht zou hebben. Als je kijkt naar de wet op de overleg... Instemmingsrecht op welke punten? Nou, ik zou me goed kunnen voorstellen dat er instemmingsrecht moet zijn overeenstemmingsvereisten over het huurbeleid. Over ga je zogenaamde niet-diensten voor algemeen economisch belang aanbieden? Ga je woningen verkopen? Het gaat uiteindelijk allemaal om huurdersgeld. Laten we dat ons eens even goed realiseren. En daar wordt mee gespeeld en gedaan. En degene die alles betaalt, 100% betaalt, die ziet het allemaal gewoon gebeuren. Die ziet dat er gewoon commerciële activiteiten gedaan worden. Die ziet dat er allemaal woningen verkocht worden. Die wordt geconfronteerd met maximale huurstijgingen zonder dat er een echte discussie over plaatsvindt. Dat zijn bevoegdheden die u graag zou willen hebben. Instemmingsrecht, huurbeleid, niet daap en ook de aan- en verkoop van woningen. Wat kunnen huurders en huurdersorganisatie zelf doen? Hè? Als je even abstraheert van wat de wetgever zou moeten doen, hoe kunt u zelf nog uw positie versterken? Ja, maar daar geldt eigenlijk ook wel weer... ik heb ook wel eens kritiek op onze eigen huurdersorganisaties. Dat ik denk van mensen wees eens wat strijdbaarder. Maar dan merk ik ook dat ze onvoldoende middelen hebben daarvoor. Bijvoorbeeld al heb ik een aantal keer gemerkt dat er strijdbare huurdersorganisaties zijn. Die vervolgens bijvoorbeeld conflict krijgen met de verhuurder over de financiering van hun activiteiten. En als je nou een huurdersorganisatie bent en je weet dat je uiteindelijk gefinancierd wordt door die verhuurder, dan ga je jezelf al wat matigen in je opstelling. Mm-hmm. Dus dat zijn mechanismes die spelen. Hetzelfde geldt als je weinig, wat ik net zei over dat achter de rhododendrons gooien van huuradviezen. Je ziet op een gegeven moment een bepaalde gelatenheid. Je ziet ook dat het huurderswerk voor een aantal mensen ook minder interessant daardoor gaat worden. Dus je zit in een vicieuze cirkel. Ja. Waarvan ik denk, daar moeten we echt uit zien te komen met nieuwe verhoudingen binnen die volkshuisvesting. Ja. En dat betekent bijvoorbeeld onafhankelijke financiering, om maar wat te noemen. Voldoende middelen om ook een professioneel advies, professionele ondersteuning daarbij te krijgen. De participatiemedewerkers, ik weet niet hoeveel honderden, misschien wel duizenden participatiemedewerkers bij de corporatie rondlopen. Waarom zijn die niet in dienst van de huurdersorganisatie? Waarom moeten corporaties de participatie regelen? Dat is toch veel logischer dat het door de huurdersorganisatie zelf gedaan wordt. Mag je wel kwaliteitseisen natuurlijk ook aanstellen. Want het is niet zo dat je allemaal middelen krijgt en vervolgens niet moet leveren. Dat is ook helder. Ja. Een van de problemen mogelijk bij huurdersorganisaties is ook dat ook in die sector zich vergrijzing voordoet. Dat de gemiddelde leeftijd van deelnemers in die huurdersorganisaties stijgt. Ja, is dat een probleem? Ja, ik vind het wel een probleem. En daar hebben we het binnen onze vereniging ook wel veel over. Overigens, vergrijzing is een veel voorkomend probleem. Je ziet het bij meer maatschappelijke organisaties en in het vrijwilligerswerk. Maar ik vind het... We moeten ons ook realiseren dat huurwoningen... Daar zit ook enige vergrijzing in het huurdersbestand. Maar dat neemt niet weg dat ik vind dat we nieuwe groepen veel beter zouden moeten kunnen bereiken. Want je moet ook representatief zijn. En dat betekent ook veel meer jongeren erbij betrekken. Ik vind dat we ook te weinig allochtonen in onze eigen achterban hebben. En daar moet echt de kwaliteitsslag geslagen worden. En hoe bent u van plan dat te gaan doen? Nou ja, daar heeft hetzelfde mee te maken met heb je daar voldoende middelen voor? We hebben heel veel zaken georganiseerd. We hebben nieuwe vormen van participatie hebben we geïntroduceerd. Hoe kun je nou op een aantrekkelijke manier, bijvoorbeeld door cafés te organiseren... Hoe kun je nou nieuwe groepen erbij betrekken? Maar ik moet wel eerlijk zeggen, dat is hartstikke moeilijk. En dat is dan die vicieuze cirkel. Als je geen middelen hebt, kun je niks doen.
Nou ja, dat heeft er inderdaad alles mee te maken. Want als je het echt goed wil doen, dan zouden we eigenlijk een soort actieplan participatie moeten gaan invoeren. Om echt, want ik vind het toch heel zorgelijk. Als je ziet hoe slecht ook wij, en dat neem ik onszelf ook kwalijk. Maar ik zie ook niet goed hoe we dat kunnen veranderen. Maar hoe moeilijk wij allochtonen, terwijl wel in heel veel, en zeker in de grote steden, heel veel allochtonen in huurwoningen wonen. Hoe moeilijk wij die kunnen bereiken. Mm-hmm. En in Amsterdam zie ik, waar dus wel veel facilitering is van huurdersorganisaties, zie ik wel dat het beter lukt. Mm-hmm. Het heeft er wel inderdaad iets mee te maken. Hoeveel mogelijkheden heb je om ook actief te zijn op dat wijkniveau? Wij krijgen als enquêtecommissie ook veel mails van huurdersorganisaties. Dat is natuurlijk heel fijn om die betrokkenheid te ervaren. Maar je kunt je ook afvragen, waarom wendt men zich niet dan tot de woonbond? Hè? Hebt u wel een duidelijk genoeg geluid wat dat betreft? Nou, ik vind niet dat ik mezelf moet gaan beoordelen. Dat lijkt me niet goed. Wij krijgen ook overigens heel veel mailtjes van mensen. En we krijgen ook heel veel mailtjes van mensen die ons oproepen tot grotere strijdbaarheid. En dan ben ik altijd wel voor strijdbaarheid. Maar ik zie ook hoe weinig mogelijkheden wij hebben soms om zaken te kantelen. Ja, dat klinkt allemaal wel een beetje bescheiden en Calimero-achtig, dat is niet mijn bedoeling. Maar op een gegeven moment zijn wel de machtsverhoudingen ook in de sector zoals ze op dit moment zijn. En dat is dan opnieuw die vicieuze cirkel, te weinig middelen. En wat u ook erg veranderd zou zien. Ja, nou kijk, één voorbeeld. Ik had het net over de deal tussen de minister Blok en Edes, eind augustus. Die is volledig buiten ons omgesloten. Die ging over de verhuurdersheffing en over het taakgebied van de corporaties. Daar zijn wij heel erg boos over geworden. Want voor die tijd waren we gezamenlijk actie aan het voeren tegen die verhuurdersheffing. En nou wordt er een deal gesloten om de verhuurdersheffing te accepteren. Ik zeg maar even in eigen woorden, want anders gaat Edes mij straks weer corrigeren. Dus ik zeg nadrukkelijk, dit zijn mijn eigen woorden. Om de verhuurdersheffing te accepteren, in ieder geval voor deze kabinetsperiode. En vervolgens ruimte te creëren om wel in het niet diensten van algemeen economisch belang wat te doen. En je huurruimte veilig te stellen. Dus waar wij heel boos over werden, niet alleen de inhoud van de deal, maar het feit dat je een deal sluit als twee partijen en zegt de derde moet het betalen. Dat is toch absurd? En u had daar, als er al een deal gesloten moest worden, had u daar graag bij betrokken geworden? De betalende partij, ja. Die hoort daar toch minimaal bij, lijkt mij. Of? Ja. Het klinkt logisch. Ja, dacht ik. Ik ga naar het onderwerp het aanbod van sociale huurwoningen en het onderwerp wachtlijsten. Wachtlijsten zijn er nog steeds. U had eerder ook al gezegd, woningcorporaties zijn slapend rijk geworden. Als ik even eigenlijk mag citeren. Daar lijkt toch een tegenstelling in te zitten. Hè? Als je enerzijds heel rijk bent en je hebt anderzijds lange wachtlijsten. Ja, mijn eerste vraag is, in hoeverre hebben huurders met een laag inkomen iets te kiezen op de woningmarkt? Ik denk in de grote delen van Nederland hebben ze heel weinig te kiezen. Er is natuurlijk toch een verschil in marktmacht. Want het is toch een beetje oligopolieachtig, zeg maar. Of monopolieachtig in sommige gebieden zelfs. Wat bedoelt u ermee, monopolieachtig? Nou, dat er in feite maar één aanbieder in of beperkt aantal aanbieders in een bepaalde regio zijn. Wij zien dat er gewoon. Ik heb dat met economie, met vraag en aanbod en dat soort dingen, mooie verhalen allemaal. Maar ik zie gewoon prijszettingsbeleid waarin de huren eenzijdig vastgesteld worden. Mm-hmm. En zelfs in plekken waar er sprake zou zijn, of geen sprake zou zijn van krapte, zie ik toch dat bijvoorbeeld huurverhoging gewoon automatisch doorgevoerd gaat. Maar zegt u eigenlijk, monopolisten, dat associeer ik ook met de markt een beetje bewust krap houden, zodat je een hoge prijs kunt verergen. Nou ja, en niet al te veel kwaliteit hoeft te bieden. Ja, maar zegt u dat dit gedrag van woningcorporaties dat voorkomt? Nou ja, dit is eigenlijk alles wat er gebeurd is sinds de brutering. Want
sinds de brutering zijn corporaties vrij geworden en hebben de kosten zich aangepast aan de mogelijkheden om opbrengsten te krijgen, ja. Zeg maar. Dus ik weet niet waarom die huren elk jaar zoveel hebben moeten stijgen, terwijl die corporaties steeds rijker werden. En toch ging het gewoon maar door. Maar dit is toch tamelijk ernstig wat u zegt, want de doelstelling van, de wettelijke doelstelling zelfs in BBSH van woningcorporaties, is het passend huisvesten van de doelgroep, ja. Voor mensen met een smalle beurs. Ja. En u zegt eigenlijk dat woningcorporaties zich onvoldoende gedragen naar die doelstelling. Nou, ik denk dat de mechanismes die in werking zijn getreden sinds de brutering zodanig zijn, dat men op de automatische piloot steeds de huren konden verhogen, terwijl de noodzaak daarvoor niet was. Ja, uiteindelijk kwam die noodzaak er wel, want dan gaan op een gegeven moment er allemaal, dan vindt de goldplating plaats, zou ik maar zeggen, en de hoge CAO en veel verspilling, veel personeel in dienst. En dan komt de gemeente ook nog eens, want die zegt van, ik heb nog wat publieke voorzieningen die bekostigd moeten worden. Dus de opbrengsten zijn er gegeven, zeg maar. En bepalen eigenlijk de kosten, in plaats van dat het andersom zou zijn. Dat de kosten zou bepalen wat de huurprijs is. Nu hoor je vanuit de hoek van economen ook wel een andere verklaring, namelijk dat voor die wachtlijsten, dat is dat de huren gewoon nog steeds veel te laag zijn. Ja, en als je de prijs te laag vaststelt, ja, dan krijg je wachtlijsten. Ja. Maar dat is een heel ander. Ja, maar die snap ik dan niet helemaal goed. Want als de huren gekoppeld zou moeten worden aan de kosten van het huren, dan vraag ik mij af waarom die huren zo hoog zijn zoals ze nu zijn. Want als ik zie dat in de bedrijfslasten er een enorme verspilling plaatsvindt, en met behoud van kwaliteit al gauw €300 per woning, per verhuureenheid minder uitgegeven kan worden. Als ik zie dat de afgelopen 5-6 jaar er voor 3 miljard gewoon weg is gevloeid uit de sector, door de commerciële verbindingen, door de projectontwikkeling, door de tevele grondposities waar verlies op geleden is. Als ik zie wat de kosten van de saneringsheffing zijn, als ik zie wat de verhuurdersheffing is, dan denk ik, de huren zijn niet te laag, maar die zijn te hoog. Want als al die dingen er niet geweest waren, was de kostprijshuur in ieder geval veel lager geweest dan dat die op dit moment is. Mm-hmm. U onderzoekt nu die incidenten, maar Vestia en WSG en Geertruidenberg, die betekenen dat de huurders in 2013 meer dan €200 moeten betalen aan een saneringsbijdrage en in 2014 ook. En daar heb ik het nog niet over al die andere problemen en de problemen die de huurders van Vestia ondervinden. Die ook gigantisch zijn. Maar zomaar gewoon geld wat weg is. Gewoon huurdersgeld. Ja. En daar hadden allemaal woningen voor gebouwd kunnen worden. Daar hadden woningen voor gebouwd kunnen worden. Want wij zijn als Woonbond niet alleen voor de zittende huurders, maar u zei het zelf ook al, ook voor woningzoekenden. We hebben in het verleden ook al geprobeerd deals te sluiten, ook met Edus, om te zeggen, wij accepteren een kleine huurverhoging boven inflatie, maar dan willen we wel de garantie hebben dat daar ook voor geïnvesteerd wordt, want we moeten zorgen dat die wachtlijsten kleiner worden. Maar dat is helaas niet gelukt. En nu moeten we meer betalen en wordt het vervolgens in de staatskas gestopt. Ja. Woningcorporaties hebben natuurlijk nog wel degelijk flink woningen gebouwd. Zeker als je kijkt naar de periode voor 2008. Maar mijn vraag aan u is, in hoeverre sluit datgene wat woningcorporaties bouwen op de vraag van woningzoekenden? Wordt wel goed ingespeeld op de wensen van woningzoekenden? Wat is daar uw oordeel over? Ja, er is een hele discussie of we niet te duur en te kwalitatief goed gebouwd worden. Dus sluit het goed aan bij het budget wat woningzoekenden hebben? Kijk, ik zie wel een mismatch, en daar zou nog eens goed naar gekeken moeten worden, dat wij relatief veel alleenstaanden in de huursector hebben en relatief grote woningen hebben, zeg maar. Ik vind het wel altijd heel lastig om over kwaliteit te praten, want ik denk niet dat huurders zitten te springen om gouden deurknoppen. Dus
als er overdreven kwaliteit is, dan zou daar best op bezuinigd kunnen worden. Ik vind aan de andere kant ook wel, ja, als wij toekomstgericht bezig willen in Nederland, moeten we wel goede kwaliteit bieden. En ik denk met name aan de energiekwaliteit van de woningen. Ja, dus je moet ook een beetje naar de toekomst kijken. Maar goed, voor zover het echt, en daar hoor je wel eens verhalen van, het is allemaal veel te luxe, et cetera. Nou, als het echt overdreven luxe is, dan zou je eens moeten kijken. Want het vertaalt zich natuurlijk. U zegt, je hoort wel eens verhalen, maar wat vindt u, of wat meer in bijzonder de Woonbond daarvan? Nou ja, ik kan me. Wij vinden als Woonbond, en die discussie hebben we ook met Edes gehad, over een discussie over de betaalbaarheid, is pas op met het verminderen van je kwaliteitseisen. Maar als er echt overdreven kwaliteitseisen is, dan moet je daar toch eens naar kijken. Wel toekomstgericht blijven. En eventueel kleiner bouwen. Als het gaat om meer alleenstaanden die je gaat huisvesten. Ja. Even heel concreet. Zou het wenselijk zijn dat woningcorporaties meer kleinere woningen bouwen, maar dan ook goedkoper? Ja. Is dat iets wat woningcorporaties meer zouden moeten doen dan ze nu feitelijk doen? Nou ja, als je naar de huidige huurwoningvoorraad kijkt, dan zou je zeggen van daar ligt eigenlijk de grote behoefte. Er liggen overigens wel meer behoeften, want op het gebied van wonen en zorg is er natuurlijk ook een vrij grote behoefte in de toekomst. Maar heeft u een verklaring voor om woningcorporaties dat dan blijkbaar niet doen? Nou, eigenlijk niet. Kijk, het is natuurlijk wel iets geweest, misschien heel lang. In een andere tijd dachten van het moet allemaal groter en beter. En dat we misschien nu ook ons wat meer realiseren dat het ook gepaard gaat met extra kosten. En dat je daar ook dat ook in je afweging moet betrekken. Dat zou een reden kunnen zijn. Tweede reden is natuurlijk ook dat de populatie in de huurwoningen voorraad. De populatie van huurders ook wel wat veranderd is, denk ik, in de loop der jaren. En dat er meer alleenstaande en tweepersoons huishoudens zijn in plaats van gezinnen. Die verschuiving is wel degelijk wel geweest. Ik heb daar niet precieze cijfers van, maar. Maar als ik bijvoorbeeld een vilijne suggestie opwerp, dat woningcorporaties bijvoorbeeld liever gezinnen zouden huisvesten dan alleenstaande die werkloos zijn of anderszins. Nou, dat, is dat een geselecteerde populatie? Dat durft u niet. Dat durf ik niet te bevestigen, nee. Nee. Dat gevoel heb ik ook niet. Wat corporaties wel heel sterk doen, overigens ook particuliere verhuurders, is een huurbeleid neerzetten waarbij ze wel maximaal gebruik maken van de mogelijkheden van de huurtoeslag. Ja, dat zie je wel heel veel. Ja, dus dat woningen worden neergezet die dan wat duurder zijn, want er komt toch wel iets aan huurtoeslag. Zolang binnen. Je nog binnen die grenzen van die huurtoeslag zit, dan. De aftoppingsgrens bijvoorbeeld, heeft men wel de neiging om ook tegen die grens aan te gaan zitten. Ja. Goed, tot hier even. Dan gaan we nog even aanvullen naar meneer Mulder. Ja, dank. Meneer Papink, u zegt een paar zaken. U zegt de positie huurder corporaties niet gelijkwaardig. Er is voor de huurder weinig te kiezen. Wat corporaties aanbieden sluit niet aan bij de wensen van huurders. En u zoekt de oplossing in regelgeving. Ligt het niet voor de hand, als ik u zo behoor, beluister, om te zeggen van ja, eigenlijk zoeken we concurrentie tussen corporaties, zodat de huurder kan kiezen tussen corporaties en die corporatie moet concurreren om de huurder. En dan zal die zorgen dat de vraag wel, of het aanbod wel aansluit bij de wensen van de bewoner. En dan zal die zorgen dat die wel betaalbare woningen levert. Ja. Maar ik zoek ook niet zozeer de oplossing in regelgeving. Ik vind dat de machtsverhoudingen binnen de volkshuisvesting moeten veranderen. Maar die kun je kantelen door de huurder een grotere positie te geven, door corporaties te dwingen met elkaar te concurreren. Want nu, u zei het al, het zijn monopolisten. Ze hoeven geen moeite te doen voor de huurder. Nou, oligopolie en monopolie, een beetje daartussenin. Ja, dat zou kunnen, maar dan komen we weer met andere discussies over. Is het efficiënt om heel veel corporaties met elkaar te laten concurreren? Ik heb dat hier bij de enquête ook een paar keer gehoord, dat die vraagstelling aan de orde was. Van dat corporaties elkaar aan het concurreren werd. En dat ik een beetje het gevoel had dat een aantal leden van de commissie toen zoiets hadden van, ja, is dat nou wel verstandig omgaan met publiek geld? Dus dat is de schaduwkant daar nadrukkelijk van, denk ik. Kijk, en Als je zegt dat het ook wel logisch is om niet heel veel kleine concurrenten, want dat leidt ook tot een bepaalde verspilling. Want je kunt
dat zal nooit een volledige mededinging worden. En dan krijg je ook je schaalnadelen. En dan kun je ook niet weer je prestaties die je in een bepaalde gemeente wil verwezenlijken. Want daar gaat het natuurlijk nadrukkelijk ook om. Ik praat wel heel sterk vanuit de huurders, maar ik vind het wel een brede betrokkenheid. Die kun je dan ook niet meer waarmaken. En uw oplossing die u zegt is één manier om misschien de machtsverhouding te kantelen, maar wel met veel nadelen. Het gaat ons als Woonbond niet om veel meer regelgeving, maar wel om andere regelgeving die de huurders eindelijk eens een keer in positie gaat brengen. En als dat het geval is, dan kunnen we ook een aantal heilzame effecten daarvan verwachten, denk ik. We gaan naar mevrouw Hashi. Ze heeft ook een aantal vragen. Okay. Meneer Paping, u liet net in een bijzin IJmeren vallen, woningcorporatie IJmeren. En ik hoorde toch in uw toonzetting dat u daar kritiek op had in de activiteiten die zij ontplooide. Heb ik dat verkeerd begrepen en kunt u het toelichten? Ja, maar niet in detail. Daarvoor ken ik het. Ik weet alleen dat IJmeren, zelfs boven Alkmaar, probeert corporaties over te nemen. Of dan zijn ze na een paar jaar ook weer weggegaan. En Weesp, zo zie ik dat ze een heel breed werkgebied zitten op te tuigen. Waarvan ik me dan altijd afvraag, waar heb dat nou voor nodig? Waarom is het nou nodig om boven Alkmaar te gaan zitten? En is dat dan een strategisch belang? Of wil je dan toch per se de grootste worden? Ik heb dat nooit begrepen en ik begrijp ook wel dat in die regio, want dat van Alkmaar, ik weet niet meer precies hoe die corporatie, wat kleine corporatie die ze overgenomen hadden, daar begrepen ze in de regio toch ook niet waarom IJmeren daar per se moest zitten. Kijk, ik kan me best voorstellen dat het niet ophoudt bij de gemeentegrenzen van Amsterdam, maar probeer een beetje binnen je werkgebied te blijven. Zoals u weet onderzoekt de enquêtecommissie in hoeverre de problemen die zich hebben voorgedaan in de corporatiesector, in hoeverre dat incidenten zijn of symptomen van structurele tekortkomingen in het stelsel. En er zijn ook een aantal geruchtmakende incidenten voorbijgekomen, ook bij de verhoren de afgelopen weken. Denk aan de corporaties Woonbron, Servatius, Rantree, Rochdale, WSG en Geert Ruidenberg en natuurlijk Vestia. U gaf al aan dat u veel telefoontjes en mails ontvangt. Is dat ook naar aanleiding van de enquête of is dat altijd al zo geweest? Ja, ik ontvang. Nou ja, wij ontvangen als Woonbond en ik in het bijzonder. Maar wij ontvangen natuurlijk heel veel mailtjes over allerlei zaken. Overigens, het is dan nog eigenlijk nog weer wat minder over de incidenten, zou ik maar zeggen, dan over het huurbeleid. Dat is op dit moment heel erg in. Ja. Maar goed, we krijgen wel de nodige signalen van verschillende kanten. En als we het hebben over de incidenten, waar verbaasde uw achterban zich het meest over? Ja, ik denk dat er heel veel, er is heel veel boosheid, heel veel woede. Als ik dat probeer te verklaren, dan is het eigenlijk zoiets van, je hebt een sector die betaalbare huisvesting voor mensen met een bescheiden inkomen moet regelen. En je hebt allemaal mensen die zich daar in misdragen, zeg maar. En zichzelf ook proberen hun eigen zakken te vullen. Nou, de discussie over die topsalarissen, die staat daar natuurlijk ook heel nadrukkelijk voor. En ik heb het gevoel dat dat nog het meeste steekt. Nog even buiten het feit dat je, ja, op een gegeven moment miljarden verlies uiteindelijk ook betaald wordt door de huurders. Maar het idee dat je zonnekoningen hebt en die zichzelf ook nog grootscheeps verrijkt hebben, dat steekt huurders het meest, denk ik. En heeft u daarbij ook door de verhoren nieuwe feiten gehoord of hele echte verrassingen vanuit uw ervaring en ook vanuit uw achterban? Ja, ik heb hier een paar dingen wel opgeschreven. Ik merk dat de tijdgeest een heel andere is. Als je kijkt naar, ik ben al 2007 begonnen en op een gegeven moment in eind 2008 is dat echt gekanteld. Dat had natuurlijk ook met de crisis te maken, maar ik denk zeker ook met Woonbron en Rochdale. Dat er in een andere tijd, waarin er heel veel geld was, zou ik maar zeggen, ook iedereen dat ook vrij normaal vond om een aantal dingen te doen.
Daarmee praat ik het niet goed hoor, want wij hebben altijd als Woonbond gezegd dat daar heel terughoudend omgegaan moet worden en dat je niet in allerlei commerciële hobby's moet gaan zitten. Dat is dus altijd een lijn geweest, ook vanuit uw achterban. Geen commerciële activiteiten. Nou, niet in die ruwe vorm, maar wel dat wij hebben nog in want er was begin 2008, naar aanleiding van de wijkaanpak, een hele discussie, ook binnen onze eigen vereniging gehouden. Wat moet je wel doen, hè? Als corporatie? En wat is des gemeentes, om maar wat te noemen? En daar merk je dat onze eigen achterban zegt van, ja, die zegt al gauw van, ja, moeten wij dat nou gaan betalen? Moeten wij nou zorgen voor een conciërge? Of moeten wij nou zorgen voor buurtwelzijnswerk of voor leerwerktrajecten? Daar ligt de discussie met name, wie de huurders zouden het wel willen, als het gaat om leefbaarheid en het woongenot. Maar waarom zou de woningcorporatie, oftewel de huurder, hiervoor moeten betalen? Dat is dan meer de discussie die vanuit uw achterban dan klinkt. Ja, want dat is ja, nou ja, goed. Ik ken daar zelf ook wel voorbeelden van. Ik zat ook een keer in een jury over leefbaarheid. En dan ging het over een zwembad wat opengehouden wordt in een dorp in Drenthe. En de vrijwilligers die dat doen en de corporatie die dat wat faciliteert. Hm. Nou, denk je, tof, hartstikke goed. U gebruikte eerder de woorden ondeugende dingen doen. Hoe moet de commissie dat duiden? Want het klinkt als van, nou ja, we willen het eigenlijk wel, we kunnen het eigenlijk wel steunen, maar tegelijkertijd kan het niet helemaal. Wij proberen een beeld te krijgen van de achterban. Zo positief had ik dat niet bedoeld met die ondeugende dingen. Ik denk dat een sector waar weinig tegenmacht is en waar veel weinig regelgeving is, veel vrije ruimte is en veel geld is, dat daar dingen gebeuren waarvan je eerlijk zegt, dat zou niet moeten gebeuren. En dat gebeurt door de organisatie dan zelf. Ja. Die heeft te veel vet aan de botten. En dat gebeurt ook door de omgeving die zit te kijken van, hé, daar zit een hoop met geld. En wij hebben nog, ja goed, als ik wethouder zou zijn, dan zou ik dat ook denken. Hé, daar zit een pot met geld en wij hebben nog nodige problemen in onze gemeente. En zullen we ze bij die corporatie aankloppen om te kijken of die dat kan regelen. Maar als we kijken naar de term leefbaarheid, waar liggen dan de grenzen vanuit de Woonbond? Ja. Van wat er wel kan en wat er niet kan? Nou ja, een woningcorporatie? Ik denk dat dat in ieder geval het moet gaan om een beperkt bedrag per verhuureenheid. Dat het moet gaan om activiteiten die in de betreffende wijk liggen. En ik denk dat het heel nadrukkelijk woongerelateerd moet zijn. En je moet altijd oppassen dat je niet inderdaad publieke voorzieningen, collectieve voorzieningen, zit over te nemen van de gemeente. En als we er één concreet voorbeeld eruit nemen, dat stoomschip van Woonbron. Past die dan in die criteria die u net noemt? Nee, nou ja, dat is natuurlijk begonnen met een project wat 6 miljoen zou kosten, geloof ik. En uiteindelijk is het natuurlijk een ramp geworden. Mm-hmm. Maar ik vind niet dat het des corporaties is. En ik had het idee dat ook de insteek meer was om iets in de zin van leer-werktrajecten te doen dan in de zin van we bieden hier huisvesting. En ik weet dat heel veel Rotterdammers de SS Rotterdam een hartstikke mooie boot vinden. Ik heb daar met mijn eigen broer nog wel eens een discussie over. Die vindt ook een geweldige boot. Maar dan denk ik, dan moeten alle belastingbetalers in Rotterdam er aan mee betalen. Ziet u ook verschillen tussen corporaties als het gaat om de toepasbaarheid van die nevenactiviteiten? Dat u zegt van, nou, ik ken ook voorbeelden. Of misschien kunt u een voorbeeld noemen waarvan u zegt van, nou, dat is een nevenactiviteit. Misschien zelfs commercieel deels. Maar daar kan de Woonbond wel achter staan. Nou, ik zou er zo 1, 2, 3 niet één weten. Kijk, ik weet bijvoorbeeld, ik had een keer een rondleiding in Friesland en dan kom je in een dorp en dan is er nog de enige winkel die er is. En daar speelt dan die corporatie een rol in als verhuurder van het commercieel vastgoed, zou ik maar zeggen. Ja, ik krijg daar geen slapeloze nachten van, zou ik maar zeggen. En er is ook nog altijd weer de vraag, of je soms toch niet nog wat dingen kunt doen zonder dat je daar de financiële verantwoordelijkheid voor draagt. Hè? Net zoals maatschappelijk vastgoed. Maar wat ik teveel heb gezien afgelopen jaren is het omgekeerde Robin Hood effect.
Dus dat het idee was, wij gaan commercieel. En dat doen we allemaal voor de goede zaak. Maar ik weet hier uit de cijfers dat het precies omgekeerd is geweest. En dat de huurders honderden miljoenen per jaar hebben bijgelapt om die commerciële activiteiten te kunnen verrichten. Ja, als ik uw antwoord beluister, dan zegt u dus eigenlijk in principe, uw achterban is niet tegen nevenactiviteiten door woningcorporaties, zolang het maar niet betaald wordt vanuit het huurders. Ja, maar ik denk sowieso, als we de discussie hebben over de nieuwe novellen en wat het taakgebied is, de focus moet gewoon liggen op waar je voor in het leven bent geroepen. Dus wel de kern. Betaalbaar huisvesten voor mensen met een laag en een bescheiden middeninkomen. En dan zie ik die kerntaak wat breder dan minister Blok. Want ik vind dat je dan ook moet kijken naar mensen die een inkomen tussen modaal en anderhalf keer modaal hebben. Die moeilijk op de woningmarkt terecht kunnen. Maar daarvoor ben je in het leven geroepen. Daar gaat het om. En doe dat. Nou ja, in ieder geval de minimale voorwaarde zou zijn. Doe dat eerst nog maar eens een keer goed. En richt je daar maar eens op. En nu zie ik vaak dat vastgoed ondernemen veel interessanter is dan huurbaar spelen. De projecten die wij voorbij hebben zien komen, kwamen vaak ook uit, vloeiden voort uit het wijkenbeleid, waar de overheid natuurlijk ook achter staat. Vindt u dat daarmee ook de overheid wat te verwijten valt als het gaat om de incidenten? De overheid. Dat is een heel breed begrip. Wijkenbeleid, op rijksniveau is dat dus zelfs de minister? Ja. Nee, er is, ik vind wel dat, wij hebben de wijkaanpak op zichzelf ondersteund, altijd. Omdat het toch belangrijk is voor de leefbaarheid van wijken en voor mensen die daar wonen, die vaak in hele moeilijke situaties wonen. Dus dat sociale deel van het verhaal, dat hebben we echt altijd ondersteund. Maar in de slipstream zie je wel dat er allerlei gekkigheid gaat gebeuren. Ja, en daar hebben we altijd als woonbond gezegd, ja, dat zou je niet moeten willen. Maar zou je dan moeten doen om die gekheid tegen te houden? Zegt u daarmee dan, wijkenaanpak of wijkenbeleid, dat kunnen wij als woonbond steunen, maar er moet een duidelijker kader komen? Of? Ik denk dat er heel duidelijke kaders moeten komen wat wel en niet mag. En dat zit hem in ieder geval in de afperking van het commerciële gebeuren. Want als we het over de wijkaanpak hebben, gaat het niet zozeer om commerciële activiteiten vaak, maar gewoon om, ja, ga je toch nog wat iets doen wat al richting de openbare ruimte is, zou ik maar zeggen. Of richting het echt oplossen van problemen van huurders met betalingsachterstanden. Dat soort zaken, daar kan ik me echt wat bij voorstellen. Maar allemaal commerciële projecten die daarvoor rechtvaardig worden. Of dat je in de koopprojecten allemaal gaat zitten. Of commercieel vastgoed gaat doen. Of veel te veel ruim zit in je maatschappelijk vastgoed. Allemaal scholen gaat beheren. Ik vind dat niet goed. Ik denk dat huurders, die willen ook gewoon dat gewoon hun eigen woning gewoon goed beheerd wordt, betaalbaar, goede dienstverlening, en daar moet de focus op liggen. Okay. Ik kijk naar mijn collega Oskar. Nee, dank u mevrouw Hashi. We gaan even naar collega Bashir. Meneer Paping, het grootste financiële debakel in de corporatiesector is natuurlijk Vestia. Miljarden zijn daar aan maatschappelijk vermogen verloren gegaan. De gevolgen hiervan voor de huurder van Vestia zijn nu al deels zichtbaar, maar zullen ook zich deels in de toekomst manifesteren. Bijvoorbeeld Vestia moet bezuinigen, ze moeten ook bezuinigen op de interne organisatie. Er zullen ook effecten zijn als het gaat om het onderhoud, het bouwen van woningen, het investeringen in de projecten. Hetzelfde zien we ook bij woningcoöperatie WSG uit Geert Ruidenberg. Daar zie je ook een soortgelijke gebeuren. We hebben ook een andere relatief dure saneringscoöperatie, namelijk Veron uit Zevenhuizen. Daar is de saneringssysteem per woning nog groter. Kunt u nou voor de commissie beschrijven wat volgens u de gevolgen van dit soort dingen zijn voor de huurder? En dan in dit geval specifiek voor de huurder van Vestia. Ja precies, want de effecten zijn niet alleen voor de huurders van die betreffende corporatie, maar die zitten ook in de saneringsheffing, waarvan ik al zei, die is €200 per jaar. Laten we beginnen met Vestia. Ja. Maar voor de huurders zelf, ik begreep overigens uit de verhoren in het begin van de middag dat het verlies al richting de 3 miljard loopt, als je alles optelt. Waarvan maar 700 miljoen dus collectief gefinancierd wordt door alle corporaties. En de rest komt toch linksom of rechtsom voor rekening van de huurders. En ik heb
vorige week nog contact gehad met de voorzitter van de Landelijke Huurdersraad Vestia. Die heeft op mijn verzoek ook naar mij een mailtje gestuurd met welke punten het allemaal over gaat. En ik word daar wel heel triest van. Want hij concludeert dat eigenlijk Vestia zijn hele sociale karakter langzaam maar zeker aan het verliezen is. Dat het vervalt. En het gaat, de heer Noorden zal wel wat zeggen over bouwprojecten die stil liggen en renovaties die stil liggen. Maar het gaat ook over het huurbeleid. Het harmonisatiebeleid, dat is het beleid, wat doe je met de huur op het moment dat huurwoningen vrijkomen. Daar zat eerst het harmonisatiepercentage op 87% van maximale redelijk. En dat is nu opgetrokken naar 94. Maar wat ik vanuit de huurdersraad begrijp, is het eigenlijk 100% tenzij. Dus overal wordt de maximale huur gevraagd bij een vrijkomende woning. Dus als stel er komt een nieuw huis vrij, dan moet de nieuwe huurder 94% van de huur betalen? Wij zeggen altijd maximaal toelaatbaar, want ja. Het hoeft niet altijd redelijk te zijn. Maar van via het woningwaarderingsstelsel, zeg maar. En dat is fors opgetrokken. Ja. Afgelopen jaren. Maar goed, ik begrijp ook dat op allerlei manieren probeert, en dat is vanuit het bestuur van Vestia natuurlijk ook wel voor te stellen, maar probeert mijn geld binnen te halen. Maar ik begrijp dat allerlei kosten nu onder de servicekosten werden geplaatst, die vroeger onder gewoon in de algemene exploitatie zaten. Er is een enorme verschaling van de dienstverlening, halvering van het aantal kantoren bij Vestia. En de manier waarop Vestia omgaat met zijn huurders is gewoon echt een heel andere geworden de afgelopen 2,5 jaar, praten we over. Ja, want de huren gaan ook maximaal omhoog. Ook de jaarlijkse huurvorming is gewoon het maximum. Heeft u al signalen als het gaat om zaken zoals onderhoud? Van woningen van Vestia bijvoorbeeld? Ik begrijp dat er op dit moment gewoon minder aan onderhoud besteed wordt. Ik heb daar niet de precieze cijfers over, maar ik heb begrepen dat alles wat niet strikt nodig is, ook niet gebeurt. Ja, nu hadden we het over de gevolgen voor de huurders van Vestia, maar u zei het zelf ook, hè? Er is 700 miljoen ook bijgedragen door andere corporaties, dus er zijn ook gevolgen voor andere huurders. Kunt u daar ook op ingaan? Wat zijn de gevolgen voor andere huurders volgens u? Dat loopt via die saneringsheffing, zou ik maar zeggen. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog een verhuurdersheffing die op de dak van de huurders komt, uiteindelijk. Want alles wordt versmetst tegenwoordig in de huurverhogingen. Ik denk dat de effecten voor huurders van deze operaties, en ook bij die corporaties waar in het verleden, kijk, dat wordt wel eens vergeten, maar we hebben het over die commerciële activiteiten gehad, maar daar zit ook een verlies op van zo'n 300 miljoen gemiddeld, hè, als we het over een aantal jaar, 300 miljoen per jaar. Ja. En dat moet allemaal opgebracht worden via de huurders. Want je kunt wel zeggen, ja, dat wordt van het vermogen afgeschreven. Maar dan is altijd nog wel weer de vraag, had dat vermogen ook niet op een andere manier ingezet kunnen worden? Ja. En wij zien bijvoorbeeld, we hebben een akkoord met het ministerie, met de minister en met Edes gesloten over energiebesparing. En daar zien we dat alle plannen die men had om een energiebesparing te doen, echt gehalveerd worden, of soms wel meer dan gehalveerd worden. Ja. We hebben ook hier verhoren gehad van andere personen, bijvoorbeeld de heer Calon. Die heeft gezegd dat het geld wat nu weg is niet besteed kan worden aan verbeteringen van wijken of het lager houden van huren. De heer Erensen die had het over het onttrekken van maatschappelijk kapitaal, waardoor de huurders dat sowieso merken. Hij had het over verkoop van woningen, dus ook woningen die onttrokken worden aan de sociale markt. Zijn er nog dingen die u mist? Die verkoop van woningen en liberalisering van vrijkomende woningen onttrekt natuurlijk allemaal woningen uit de sociale huurvoorraad. En betekent, als we het hebben over outsiders op de woningmarkt, dat er minder kansen zijn voor mensen die binnenstromen op die woningmarkt of willen verhuizen. En dat is echt een groot probleem. En wij hebben verkopen van woningen is altijd gebeurd.
En dat is ook niet erg. Dat past ook in een woningmarkt waar, die ik graag voor me zie. Vrije keuze tussen koop en huur. Maar wat nu gebeurt, bijvoorbeeld bij Vestia, maar ook bij het WIF zien we dat, Woninvesteringsfonds, dat de grote complexen in de verkoop gezet worden, naar particuliere beleggers gaan, die daar overigens een interessant huurpotentieel nog in zien. Dus dat betekent dat de huurders nog meer moeten gaan betalen. Ja, daar zijn wij niet, daar zijn wij erg tegen. En dat is wel een van de effecten van het huidige beleid en ook de problemen die zich allemaal voorgedaan hebben. Want bij het oplossen van het financiële debacle van Vestia waren meerdere opties op tafel. Uiteindelijk is er voor deze optie gekozen. Bent u eigenlijk van mening dat de gevolgen voor de huurders voldoende zijn meegewogen in de aanpak van de problematiek en de uiteindelijke oplossing die gekozen is? Ik denk dat het is een beetje een gewetensvraag die u stelt. Ik vind dat wij een goed volkshuisvestingsstelsel hebben en daar hoort ook die onderlinge solidariteit bij en uiteindelijk de achtervang van de overheid. En ik vind het goed dat we inderdaad deze stresstest, zoals het ook wel eens genoemd is, dat we die hebben doorstaan. En dat we dat probleem, hè, hoe groot dat ook is, binnen de volkshuisvesting opgelost hebben. De prijs voor huurders is in heel Nederland is heel groot. Maar de prijs voor huurders van Vestia is wel erg groot. Nu... En dat is, dan is de vraag, hoe zou je die kostenverdeling anders moeten doen? En dat vind ik lastig om daar een oordeel over te hebben. Ik constateer wel dat voor huurders van Vestia het op dit moment echt geen pretje is. Ja, want andere mogelijke scenario's die ook op tafel lagen, maar die afgeschoten zijn, die zijn de afgelopen weken ook hier de revue gepasseerd. Eén is bijvoorbeeld, is ook vanochtend genoemd, namelijk het Rijk en de gemeente 100% achtervang. Daar wil u zich niet over uitlaten, begrijp ik. Nee, daar wil ik me wel over uitlaten, want ik ben blij dat daar geen beroep op gedaan is. Omdat als je dat wel gebeurd zou zijn, we in een heel ander spel zou hebben gezeten ten aanzien van de volkshuisvesting. Want dan betekent dat het niet alleen een theoretische achtervang is, maar ook een praktische achtervang. En dan gaan er mechanismes in werking treden, ook politieke mechanismes, waarin je ook de sector anders moet gaan ordenen. Want du moment dat de overheid de rekening echt voor zijn eigen kiezen krijgt, zal de overheid zeggen, dit stelsel zoals het op dit moment georganiseerd is, dat willen we niet. En dan kun je twee dingen doen. Dan kun je stoppen met de borging, of dan moet je het echt... het hele stelsel zo dicht naar je toe trekken, dat ik denk dat we daar ook nog niet direct blij van zouden worden. Ja, maar concreet voor uw achterban had wel betekend dat dan de gevolgen minder groot waren geweest als dan, een andere scenario was gekozen. Nou ja, dan had de minister van Financiën dat gefinancierd, maar dan had hij wellicht, maar nu zijn we allemaal een beetje aan het speculeren, gezegd, dan moet de verhuurdersheffing nog maar weer wat omhoog, want ik wil het geld wel weer terug hebben. Maar dus u zegt eigenlijk hiermee van de uiteindelijke scenario waarvoor gekozen is, en daar is Woonbond het mee eens. En dat steunen wij. Waarbij ik niet kan beoordelen of de verdeling tussen wie de schade moet betalen, tussen Vestia en andere corporaties, of dat een goede verdeling is. Dat kan ik moeilijk beoordelen. En waarbij ik wel vind dat ook het saneringsplan van Vestia... Kijk, ik zou liever willen dat die verkoop van die woningen, en soms zijn het best overzichtelijke complexen die overgenomen zouden kunnen worden, dat die door andere corporaties overgenomen zouden worden. Want ik vind nu om grootschalig die in de uitverkoop te zetten, lijkt mij voor de huurders geen pretje. Ik heb ook net de woningcorporatie WSG genoemd. Die kreeg in 2013 een bedrag van 117 miljoen euro aan saneringssteun. Als je dat vergelijkt met Vestia, dan gaat het om per woning om vier keer zoveel groter bedrag. Maar als je bijvoorbeeld zelfs de saneringscorporatie Veron uit de Zevenbergen erbij haalt, die 170 woningen had... die heeft een nog grotere saneringssteun gekregen.
Zou je dan ook kunnen zeggen dat de gevolgen voor de huurders van WSG en Veron nog groter zijn dan die voor Vestia? Ik kan het niet beoordelen. Zeker Veron weet ik niet voldoende van. Ik weet van het WSG dat er wel gestreefd wordt om een aantal complexen over te laten nemen door coöperatie in de regio. Door thuisvesten en alleen wonen. Ik weet niet precies, maar het kan bijna niet anders dan dat het gigantisch grote consequenties heeft ook voor de huurders in Geertruidenberg. Dank u wel. Dank meneer Bashir. Meneer Paping, we gaan nog een keer naar collega Groot. Okay. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wilde toch even terug naar uw relatie met Edes. Of de relatie tussen de Woonbond en Edes. U hebt daar al een paar dingen van gezegd. Toch nog een keertje vragen, hoe is uw contact? Ziet u elkaar ondersteunend in de zin van beide belangenbehartigers voor de volkshuisvestingssector? Of bent u eerder tegengestelde partijen? Pof. Dat is wel een hele moeilijke vraag, moet ik eerlijk zeggen. Kijk, en dan misschien kunt u antwoord geven naar aanleiding van de praktijk zoals u die ervaart. Ja, dat zal ik doen. Kijk, de verhoudingen met Edes zijn toch een soort haat-liefde verhouding. Want uiteindelijk sta je eigenlijk allebei voor hetzelfde, voor dezelfde opdracht. En dat is zorgen dat huurders een beetje fatsoenlijk kunnen wonen tegen een betaalbare prijs. Ik heb al gezegd, wij hebben natuurlijk hele discussies gehad met binnen dat gezamenlijk voor dat belang gaan, zijn er wel altijd hele grote discussies geweest die ook wel regelmatig uit de klauwen zijn gelopen. In de zin dat het toch behoorlijk ruzie is geweest. Hè? Dat gold voor de grote beweging. En in 2005, 2006 speelde dat heel sterk. Dat speelt nu ten aanzien van die verhuurdersheffing. Aan de andere kant, ja, ik kom dan ook weer op een congres een paar maanden geleden van Edes wat over de betaalbaarheid gaat. En waarin we ook gezamenlijk zeggen dat we daarvoor moeten staan. Ik zeg er dan altijd wel bij, geen woorden maar daden. Wij hebben op het gebied van energiebesparing, proberen we op een goede manier met Edes samen te werken. Het is ook wisselend. De ene keer gaat de samenwerking beter dan de andere keer. Maar we hebben ook tijden gehad dat we toch op gemeenschappelijke dossiers heel goed samenwerken. Mm-hmm. Of bijvoorbeeld over de lobby over de huurtoeslag, om maar wat te noemen. Dus ja, wij hebben een moeilijke periode gehad met Edes. Vanaf september tot denk ik februari, maart. Ook echt een groot conflict, ook als vereniging, Woonbond. Dus niet alleen de directeur of bestuur, maar echt de hele vereniging. En we proberen dat nu wel weer te gaan normaliseren. Ja. Want je zult elkaar toch nodig hebben. Er is onlangs een notitie uitgebracht door Edes, dat heet de balans hersteld. Als ik nou een zin voorhoud. Eigenlijk doen we al heel veel aan legitimatie en contacten met de huurders. Kunt u dat onderschrijven? Dat is de balans hersteld, dacht ik. Hè? Ja. Ik vond het rapport van Rudy de Jong, de balans verstoord, vond ik een hele goede analyse van wat er aan de hand is in de corporatiesector. En ik moet eerlijk zeggen, ik snap die hele notitie, de balans hersteld, snap ik niet. Mm-hmm. Want er wordt helemaal geen balans hersteld. Ja, maar ik vroeg even naar deze zin. Eigenlijk doen we al heel veel aan legitimatie en contact met huurders. Klopt dat? Nou ja, kijk, daar kom ik dan nu ook op. Want ik vind dat juist volstrekt onvoldoende gebeurt. Ja. Want als je dat echt serieus zou nemen, dan zou je huurders ook serieus nemen. En dan zou je ook die partij in de positie plaatsen dat ze dat kunnen doen. Ja. En waar het curieuze van de balans herstelt, vind ik bijvoorbeeld, dat wordt er opeens over een derde laag of zoiets gesproken. Daar wilde ik naartoe, want er komt toch een zin achteraan. Eigenlijk doen we al heel veel een legitimatie, er komt een zin achteraan. Maar het is wel iets uit de vorige eeuw en niet meer van deze tijd. We moeten op zoek naar een vorm van legitimering die bij deze tijd past. En dan komen dus die passages over de derde laag. Hoe loopt dat? Er moet een derde laag en dan moeten huurders bepaalde bevoegdheden gegeven worden. Hebt u al iets gemerkt van die dialoog? En zijn er ook concrete voorstellen uw kant op gekomen?
Nog niet. Daar zal nog wel overleg over plaatsvinden. Dat is wel maar geagendeerd. Wij zijn als Wolmond ook voor bij de tijd brengen van de verhoudingen. Ik heb daar een voorschot over genomen over die gelijkwaardige verhoudingen. Het moet echt eens een keer, als we die vervreemding serieus nemen, moet er echt eens een keer wat veranderen in de sector. Maar die derde laag is een hele aparte. Want er wordt in de notitie gesproken over gemeenten en over huurders. En opeens was er een derde laag met allerlei stakeholders. Waarvan ik denk, waar komt die nou opeens vandaan? Want dan moet de maatschappij naar binnen gehaald worden. En dan denk ik, dat leidt alleen maar tot verwatering van de zeggenschap van de huurders. Die uiteindelijk wel 100% van die hele exploitatie financieren. En ik weet uit ervaring en ook uit visitatierapporten dat die stakeholders, dat zijn dan de scholen en het politiebureau, et cetera. En dat zijn vaak partijen die ook nog afhankelijk zijn van die corporatie ook, die stakeholders. Waarbij echt de vraag is, wat moet je met zo'n stakeholdersdialoog? Dus in plaats van dat de balans tussen huurders en verhuurders weer hersteld wordt, wordt er opeens een of andere rare derde laag geformuleerd, die daar ook nog ergens toe doet. En u zegt eigenlijk die derde laag, dat zijn wij de huurders. Die zouden dat moeten zijn. Ik weet niet of dat dan niet de eerste, tweede of de derde laag, maar wel de belangrijkste laag wat mij betreft. En de huurders, en ik vind dat er heel nadrukkelijk ook een positie voor de gemeente is. Maar huurders is natuurlijk wel. Ja, met de derde laag wordt bij ondernemingen worden dan bedoeld de aandeelhouders. Dus de uiteindelijk belanghebbenden. En hier zou de derde laag dan de huurders moeten zijn. Zegt u dat? Ja. Maar zijn er, zeg maar, misschien heeft de heer Calonne een ander idee of Edes daar een ander idee over, maar zijn er nu al concrete onderhandelingen, besprekingen, overleg gaande over om die derde laag in te vullen? Nee, ik heb wel begrepen dat wij in augustus daar een overleg over hebben, overigens meer op ambtelijk niveau zou ik maar zeggen dan op bestuurlijk niveau. Omdat Edes wel eens aan het kijken is richting, dacht ik, het congres van oktober, november, hoe ze dat invulling willen geven. Wij hebben wel andere debatten, ook met corporaties gehad en ook wel met het KWH, het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties, ook met Edes er zelf bij, waarin we juist eerder zaten over die ideeën die ik gaf, is namelijk dat je de huurders eens een keer echt volledig in positie brengt. Maar ik vind een derde laag, ja, ik weet niet, misschien is het goed bedoeld hoor, dat zou zomaar kunnen, maar ik zie het niet. Ziet u nu nog toch alternatieven denkbaar voor die, zeg maar, die klassieke verhouding tussen woningcorporatie en huurder, waarbij je op andere manieren huurders in positie kan brengen? Dan kun je denken aan bijvoorbeeld coöperaties of menging huurkoop. Kunt u daar iets over zeggen, wat uw ideeën daarover zijn? Ja. Nou ja, het zal u bekend zijn dat dit iets is waar Adrie Duivenstein zich vrij hard van maakt. En ook heeft bedongen bij het Eerste Kamerdebat dat de minister daarmee aan de slag moet gaan. Wij zijn er zelf als Wommel ook mee aan de slag gegaan. We hebben, ik dacht een week of twee geleden is dat nu, hebben een symposium georganiseerd over zelfbeheer. In het Bruishuis in Arnhem. Dat was echt een bevlogen gebeuren. We hebben zelf ook een brochure daar nu over geschreven. Om te zeggen, dit is daadwerkelijk een optie. En wij gaan binnenkort een pilot starten. Daar zijn we voor aan het verzamelen. Om te kijken hoe we ook bewoners daadwerkelijk kunnen ondersteunen. Want er moet natuurlijk nog wel wat geregeld worden op dat moment. Om een coöperatie op te richten. Kijk, ik denk zelf dat niet heel Nederland, de hele huursector omgezet wordt naar coöperaties. Maar ik denk wel dat er veel meer ruimte zou zijn voor coöperaties en in zelfbeheer als huurders dingen te doen dan op dit moment het geval is in Nederland. Ook als ik vergelijk met buitenland zitten we daar vrij laag. En ik denk dat als het, want je praat dan toch, dan praat je echt over een kleine schaal. Hè? Want als je dat goed wil doen, dan moet je niet een coöperatie, ja, die bestaan wel in de wereld, maar. Maar ik zie dan toch meer over 100, 200, 300 woningen, hè, of misschien ook nog wel weer wat kleiner, waarbij je die zeggenschap op een directe manier goed kunt invullen. En wij zien daar goede mogelijkheden voor. En zeker nu we merken dat allemaal woningen in Nederland verkocht gaan worden aan particuliere beleggers. Want daar worden de huurders echt niet blij van. Want dan wordt het alleen maar duurder en minder zeggenschap en minder kwaliteit van het wonen. Dus wij zeggen, willen ook heel nadrukkelijk in dat verhaal over die verkoop van huurwoningen dat coöperatie-idee inbrengen. Ja, en daar zouden woningcoöperaties bij moeten helpen bij dat soort initiatieven?
De woningcorp. Ja, dat is. Nou ja, daar zijn we nu aan het kijken. De minister heeft er nu ook een brief over geschreven. Wij zijn daar overigens ook wel bij betrokken. Kijken hoe je nou op een goede manier kunt faciliteren. Dat een collectief van bewoners dat ook gaat doen. En dat betekent bijvoorbeeld dat je in ieder geval voldoende tijd moet hebben om een eigen plan te maken. Dat betekent ook wellicht dat je de ondersteuning moet hebben om dat plan te maken. En je moet ook wel wat proberen te regelen met de financiering. En daar ben ik zelf ook nog niet helemaal uit hoe dat het beste zou kunnen. Maar je zou bijvoorbeeld kunnen denken dat een corporatie een lening verstrekt aan een coöperatie. En dat je wellicht toch nog iets doet met de borging van de WSW daarop. Ja. Dus hier ligt nog veel werk te doen voor de woonbond. Afrondend, denkt u de ambitie van Edes om die balans te herstellen, gaat dat lukken, denkt u? Nou ja, kijk, ik denk dat het voor een groot deel ook niet alleen van Edes afhangt, maar ook van de politiek. Ik heb de enquête met veel interesse gevolgd. En ik heb mij gerealiseerd, want ik heb toch ook wel heel veel dingen zelf meegemaakt. Ik realiseer me steeds meer dat in het afgelopen jaar het speelveld ten aanzien van de machtsverhoudingen binnen die sector, dat het speelveld heel klein is. En om even in voetbaltermen te blijven, dat de huurders gewoon buitenspel stonden. Net zoals Robin van... Nee, oké. maar... dat, en de enige manier om goede verhoudingen te krijgen is uiteindelijk toch een politieke verantwoordelijkheid, denk ik, in eerste instantie, van hoe wil je de machtsverdeling binnen die sector organiseren. Want anders ben je afhankelijk van hoe goed is die corporatiedirecteur. Hè? Is hij sympathiek, staat hij positief tegenover zeggenschap, et cetera. Maar dat werkt gewoon niet goed. Dus je moet toch, en dat gaat niet om veel wetgeving, maar je moet heldere wetgeving hebben, waarin de huurders, ik heb al gezegd met die instemmingsrechten, ik denk dat ook van belang is de financiering van huurdersorganisaties. En waarin je dat gewoon goed regelt. Dus wij zullen dat gesprek met Edes aangaan. En ik vind ook niet dat alles in de politiek geregeld moet worden. Ik denk dat het heel goed zou zijn, dat weet ik ook vanuit mijn verleden in de vakbeweging, dat je als sectorale partijen dingen gaat regelen. Maar er moet ergens een goede politieke inkadering zijn. Anders krijgen wij die positie nooit. Goed. Alle antwoord, dank u wel. Oké, dank u wel, meneer Groot. Meneer Paping, we zijn aan het einde van het openbaar verhoor. We hebben als enquêtecommissie een mandaat van de hele Tweede Kamer om naar het stelsel te kijken. Er zijn flinke incidenten voorgevallen. Wij proberen de vraag te beantwoorden of die voortvloeien uit hoe dat stelsel in Nederland in elkaar zit. En we hebben daarbij ook oog voor de positie van de huurder en de woningzoekende. En daarom was het voor ons van belang om u als getuige op te roepen. En dank voor uw bijdrage. Ik sluit deze vergadering. Graag gedaan.